Ik ben in Papendrecht en dit is basisschool De Viermaster. En die hebben GIPS op bezoek. En GIPS is heel bijzonder. GIPS is gehandicapte informatie, project, scholen. En gehandicapte mensen komen hier vrijwillig vertellen hoe het nou is om een handicap te hebben. Ons project heet GIPS. Waar is GIPS voor? Wat doe je ermee? De doelstelling van Stichting GIPS SNL is dat de integratie, dat het beeld wat kinderen hebben over gehandicapten, dat conform is van hoe gehandicapten leven. Dus dat dat een reëel beeld wordt. Ik vind het heel belangrijk dat je van jongs af aan leert omgaan met mensen die anders zijn. En zelf heb ik dubbel respect voor mensen met ziekte en handicaps die zich knokkend in de maatschappij begeven en daar hun plekken ook vinden. En ik vind het ontzettend belangrijk dat kinderen dat ook leren, waarderen. We maken ze een beetje gehandicapt. Dat doen we met een spel, zodat het allemaal wat luchtig wordt. Het laatste stukje rijden in een rolstoel. Ze gaan dammen met een hoofdspriet om te ervaren hoe dat zou zijn als je je computer moet bedienen met een hoofdspriet. Ze gaan braille schrijven, ze gaan braille lezen, ze gaan met een gehoorapparaat in de weer. Kortom, zij ervaren heel even wat het is om een handicap te hebben. Nou, ik moest een blinddoek op en dan gingen we leren hoe je met een blindstok moest lopen. Ik zit met mijn voeten mijn naam op te schrijven. Nou, zo weet je hoe het is om gehandicapt te zijn. Oh, sorry. Nee. Moet je heel zachtjes. Moet ik dit doen, hè? Ja. Oké. Kom maar. Kinderen van deze leeftijd, die worden nog niet geremd door een gevoel van zoiets vraag je niet. Die staan nog open en die vragen gewoon eerlijk van waarom lig je in die stoel? Wat doet die spiegel daar? Wat doet dat slangetje in je neus? Die zijn nog heel onbevangen. Ik zou willen weten hoe ze gehandicapt zijn geworden. Ik zou vragen of ze worden gepest en hoe dat is. Ik zou wel willen weten of het makkelijk is om mee te leven of dat ze er veel last van hebben. Ik heb mijn ogen uitgekeken omdat ik onder de indruk ben hoe makkelijk iedereen er ook over praat en hoe onbevangen de kinderen waren. En ze lijken het ook nog leuk te hebben gevonden allemaal. Vonden jullie het leuk? Ja! Yeah!